Ja, dat is zo braaf. Hier in de ganse omgeving staat in totaal wel 50 meter van 3 meter hoog taxishaag. Dus dat zullen toch wel zeker een 15 van die grote zak taxis zijn die daar vanaf komen. Huisje, boompje, beestje. Fred den Rooijen uit Sittard heeft een klein paradijsje achter zijn huis. In Hartje Sittard. Met ook enorm veel bomen en struiken die allemaal gesnoeid moeten worden. Maar je hebt taxis en taxis. En niet alle taxis is geschikt voor de strijd tegen kanker. En daarvoor ben ik daar even ingedoken. En dan bleek dat deze met die lichte groen tekstjes, dat dat de juiste is en dat dat de verkeerde is. Ja, het is prachtig om te zien dat mensen positief reageren op onze oproep om dat afval in te zamelen. Om daarmee die bijdrage te leveren aan de kankerbestrijding. Ja, en het is fantastisch dat mensen dat ook gewoon doen in volle enthousiasme. Laat eens nu een bijdrage leveren, hè, voor toch gaat van dat spul te kunnen laten maken voor chemokuren samen te stellen. Nou, dan vind ik, dan moet men dat ook doen en afleveren bij de gemeente. De taxisafval is volledig gratis. Volgend jaar weer? Absoluut. Volgens Fred den Rooijen krijgt iedereen vroeg of laat te maken met kanker. En hoeveel moeite kost het nou om je snoeiafval op de juiste plek in te leveren? In dit geval bij de gemeentewerf in Geleen, Sittard of Born. Het motto van Fred is dan ook: niet zeuren, maar poetsen. Of in dit geval snoeien. De intentie die erachter zit om anderen te helpen om hun leven te kunnen blijven, die vind ik het allerbelangrijkste. Onbetaalbaar. Onbetaalbaar voor iedereen.